Ja, goedemiddag en we zijn hier terug met de live studio op Logistics and Distribution. We gaan het eens hebben over iets heel nieuws, de digitale vrachtbrief ECMR. Bij mij aan tafel zit een Lode Verkinderen die nog altijd secretaris-generaal is van TLV, Transport en Logistiek Vlaanderen. En links van mij zit Elke Kremen, als ik het goed uitgesproken heb. U bent marketing manager bij Swivo. Mevrouw, wilt u heel even zeggen wat Swivo precies doet? Want ik denk niet, TLV kennen we allemaal, Lode ook, maar Swivo is misschien een minder gekend. De naam, leg even uit wat de onderneming doet. Okay, Swivo is een Belgische telematica oplossing en we bieden van track and trace over de opvolging van containers en trailers en eigenlijk het complete portfolio van een track and trace systeem voor de transporteur aan. Voilà. We hebben het vandaag over de digitale vrachtbrief. Meneer Verkinderen, een digitale vrachtbrief, is dat gewoon een papieren vrachtbrief, maar dan digitaal? Is het zo simpel? Nee, dat is het helemaal niet. Eigenlijk moet je niet weggooien wat je al hebt, is de benadering geweest voor TLV om op zoek te gaan om een hele grote stap te zetten in de richting van efficiëntieverbetering. Die papieren vrachtbrief die heeft 60 jaar bestaan en heeft heel veel verdiensten. Dus je moest die verdiensten behouden, maar er ook heel veel aan toevoegen. Wat je eraan toevoegt is dat eigenlijk niet de goederenstroom, maar de datastroom veel efficiënter verloopt, waardoor alle partijen in de logistieke ketting heel veel moeite kunnen besparen en vooral heel veel geld kunnen besparen. En het is ook niet gewoon ook een scan van het papier. Het is gestructureerde data. Kan u dat heel even uitleggen, ja, zodat ook ik het begrijp? Ik doe mijn best. Vele mensen denken als ze elektronisch of digitaal horen dat het informatie is die je zoals een e-mail of een gescand papier via e-mail doorstuurt. Maar dat is het niet. Een e-mail of een document wat je scant, dat blijft eigenlijk die informatie nog altijd statisch. Je kan die niet verder verwerken. En als je de ECRM of de digitale vrachtbrief nu ziet, wordt die informatie die op die vrachtbrief vroeger stond, eigenlijk digitaliseerd, wil zeggen vertaald in een ICT-taal, zodat je die integreren kan in die processen, in jouw aflopen in het bedrijf. Informatie die nu erop staat, die relevant is voor de administratie, voor de facturatie, kan heel eenvoudig via een interface doorgegeven worden. En dat was vroeger niet het geval, dan moest echt het papier voortdurend meegegeven worden, omdat die informatie, die data, die Lodo net zegt, die data zat eigenlijk nog altijd vast op het papier, ook al was het gescand. En nu wordt het vertaalbaar voor alle achterliggende systemen en zo kunnen die informatie en die data verder verwerken. Dus de interactie met de vrachtbrief waar we die vroeger met een stilo moesten gaan invullen wat er vervoerd werd en wat de bestemming was, dat gebeurt nu volledig digitaal. Dus dat wil zeggen, mevrouw Kremen had het net over die interface. Die interface is niet langer de stilo van de chauffeur of van de verzender, maar een computer, een app, een gsm, een smartphone. Hoe werkt dat dan, die interactie met die vrachtbrief? Wel, het is uiteraard zo dat de datastroom die bestond al. En of je nu spreekt over een programma van de verlader, bijvoorbeeld een WMS-programma, een programma van de transportondernemer, een TMS-programma, of in het slechtste geval gewoon niks, bijvoorbeeld bij een bestemmeling. Eigenlijk zijn het zaken waarvan de informatie her en der al beschikbaar is. Nu zorgen we ervoor dat die verschillende platformen, als je wil, die worden eigenlijk op één centraal platform samengebracht. In dit geval de elektronische vrachtbrief die wij in samenwerking met Pioniera dan hebben ontwikkeld. Maar waar je dan niet alleen ervoor zorgt dat die datastroom goed gaat, je gaat ook ervoor zorgen dat het echte afleveren van de goederen, dat daar een juridisch sluitende proof of delivery, een bewijs van afgifte is, zonder enige discussie. Dus het is eigenlijk een integratie vanaf de plaats waar de goederen vertrekken tot de plaats waar ze afgeleverd worden. En dat kan perfect helemaal elektronisch, zonder dat er nog één papiertje bij te pas moet komen. Wat zit er meer in de digitale vrachtbrief dan de normale vrachtbrief? We hebben het al gehad van het is digitale data die gestructureerd is, zodat systemen het kunnen lezen. Zijn er meer mogelijkheden aan die digitale vrachtbrief dan aan de papier? Er zitten natuurlijk meer mogelijkheden in zoverre dat je die data die erop staat sneller kan verwerken. Dat is eigenlijk, denk ik, de basis voor al het streamlinen van een processen.
Data wordt niet meer manueel of met fouten ingegeven, maar data wordt heel eenvoudig hergebruikt. De verzender zet zijn data al zo te zeggen klaar. Die moet de transporteur niet nog eens ingeven, die staat er al voor hem. Dus hij bespaart manueel een proces. En bij het afleveren heb je ook eigenlijk een door de digitale handtekening ook een confirmatie van dat wat direct gebeurd is. En die data is altijd in real time beschikbaar. Dat is denk ik ook een heel groot verschil van het papieren werken is. Als ik een vraag heb en ik zit binnen de supply chain, dan kan ik nu in real time zien waar bevindt zich mijn lading, wat is daar momenteel mee aan het gebeuren en ik kan dat direct zien. Ik moet niet meer wachten tot een papier gescand wordt en verder verwerkt wordt. Ik denk dat is een van de grote meerwaarden die de communicatie tussen de verschillende aandeelhouders, de verzender, de transporteur en de ontvanger, nu hebben een hulp om beter te communiceren met elkaar. Ja, ik kan er nog aan toevoegen dat de wet van Murphy zegt dat met de digitale vrachtbrief dat er nog steeds problemen zullen zich voordoen bij het vervoeren van de goederen. Een van de voordelen van de digitale vrachtbrief dat is dat je eigenlijk heel snel met bestaande desnoods middelen, ik noem maar een smartphone, dat je eigenlijk snel eventjes een fotootje neemt om aan te tonen, ik zeg nu maar iets, de ontvanger zegt, ik heb geen 13 paletten gekregen, ik heb er maar 12 gekregen. Hij neemt een foto van de vrachtwagen waarin 12 van die paletten staan, of hij neemt foto van de beschadigde palet. Hij gaat dat meteen als een voorbehoud gaan ondertekenen, want dat was een van de sterkste elementen van de papieren vrachtbrief, dat voorbehoud, dat je op een heel cruciale manier, heel snel, heel efficiënt, en zonder enige discussie, snel weer upstream krijgt. Maar ik kan bevestigen dat het inderdaad een kwestie is van snelheid, een kwestie van precisie. Er kunnen zich geen fouten meer voordoen, omdat iedereen op hetzelfde platform de informatie deelt. Dat betekent dat ook voor de transportondernemer onderweg geen discussie is over welke goederen, hoeveel goederen. En dat heb je natuurlijk ook wel af en toe bij controles onderweg die nog steeds gebeuren. Er zijn verschillende partijen. Er is een partij die verzendt, er is een partij die transporteert, er is een partij die ook ontvangt, laten we dan maar hopen. Moeten die alle drie mee zijn in die nieuwe aanpak, in die digitale aanpak? Wie beslist er of de vrachtbrief vandaag digitaal dan wel op papier gaat meegegeven worden? Ja, dat is natuurlijk een beetje die vraag. Hoe krachtig ben je als lid binnen die keten? Ik denk dat de transporteur een beetje een sandwichpositie heeft tussen de partijen waar hij goederen ontvangt en waar hem goederen moet afleveren. Ik denk de verzender, die heeft een heel grote impact. Als hij beslist digitaal te gaan, dan moet eigenlijk de rest van de keten meegaan. Maar ook van de andere kant, als een ontvanger, een groot distributiebedrijf zegt, of een winkelbedrijf zegt, ik wil mijn data nu echt gewoon nog digitaal tekenen, ik wil dat direct de proef hebben, dan moet de transporteur meegaan. Plus, ik zie hem dan niet enkel als een sandwich, ik zie hem dan ook, hij heeft een interesse een bijzonder goede service te bieden en hij kan bijzonder innovatief en modern overkomen naar die twee partijen als hij eigenlijk begint de digitale vrachtbrief echt te gebruiken. Dat komt echt bij u, meneer Verkinderen, transporteurs. Die zullen dan op vraag van hun verzenders, van hun klanten eigenlijk moeten meegaan op die trein van digitalisering. Wel, ik denk dat het niet noodzakelijk een kwestie is van moeten. In wat wij hebben ontwikkeld staat in feite de kostenbesparing centraal. Maar die kostenbesparing is er voor elke partij in de ketting. Dat betekent dat het initiatief kan komen van de verzender. Ik onderschrijf dat. Dat zal in zeer veel gevallen zich voordoen. Maar het initiatief kan net zo goed komen van het transportondernemer. We hebben een aantal pilots waarbij dat al aan het lopen is. En waarbij met name die transportondernemer zelfs aan zijn klant, aan de verzender van de goederen, zegt van ik zou eigenlijk graag hebben dat jij meegaat met mij, maar we hebben er allemaal een voordeel bij. En zo kan je ook verder doorgaan naar de onderaannemer. Want een van de uitdagingen is er uiteraard om ervoor te zorgen dat niet iedereen torenhoge investeringen heeft die pas na jaren zichzelf terugbetalen. Vandaar dat wij gekozen hebben voor een applicatie die op alle mogelijke middelen kan draaien. En zelfs indien de ontvanger gewoon een computer heeft,
dan nog is die elektronische handtekening uitwisseling perfect mogelijk zonder dat daar investeringen of zelfs kosten bij gepaard gaan. Net zoals vandaag eigenlijk, of historisch gezien, de elektronische vrachtbrief, ja, die wordt maar door één partij aangekocht, hè. Dus eigenlijk durf ik te zeggen dat je een wisselwerking zal krijgen, maar het zal toch hoofdzakelijk bij de vervoerders en bij de dikke goederenstromen zijn dat je het eerst gaat ontwikkelen, omdat je daar de grootste voordelen zal kunnen genereren. Meneer Verkinderen had het er al over. De verschillende partijen moeten stappen zetten. Zijn het heel grote investeringen? Nee, heb ik goed begrepen. Maar wat is er nodig? Wat is er nodig om dat systeem te laten werken tussen die verschillende partijen? Welke ICT-infrastructuur, zijn daar grote investeringen, zijn daar speciale dingen voor nodig of blijft het allemaal vrij basic? Ik denk dat het behoorlijk basic is als je daarmee wil beginnen. En dan beslist je zelf een beetje hoe ver je dat systeem wil drijven. Bij ons, we zijn ontwikkelingspartner van Value Engineers. En Swivo biedt aan klanten bijvoorbeeld aan, gewoon met een app die is gratis down te loaden, kunnen ze eigenlijk de vrachtbrief al digitaliseren. Dan heb je een bepaalde kost per transactie. Dat hangt met de data die verwerkt wordt samen. Maar dit is gekoppeld aan elke brief die je eigenlijk stuurt. Dat heet, de kost is minimaal. Al die systemen die momenteel in de markt zijn, zijn cloud-oplossingen. Dat wil zeggen dat jij als onderneemster geen enkele IT-structuur moet hebben. Je bepaalt, eigenlijk je koopt een stukje dienstleisting, maar die gehele structuur, servers enzovoort, daar moet je je niet geen zorgen om maken. Die zit bij de leveranciers. Blijft de vraag naar veiligheid. Als de vrachtbrief inderdaad in de cloud zit en niet meer fysiek, hoe zeker kunnen wij zijn, zowel de verzender als de ontvanger als de transporteur tussenin, dat die vrachtbrief confidentieel blijft tussen de drie partijen? Ja, ik denk dat een heel belangrijke is. Het voordeel van dit systeem dat in uitrol is vandaag, is dat je te maken hebt met een neutraal platform. Een neutraal platform dat in eerste instantie een garantie biedt van beschikbaarheid van de vrachtbrieven niet één dag, niet twee weken, maar als je wil tot 10 jaar nadat het vervoer is afgelopen. En dat systeem is niet een systeem dat wordt ontwikkeld door bij manier van spreken ofwel de verzender ofwel de transportoperator. Dus dat betekent dat de neutrale toegang, dat die voor iedereen gegarandeerd is. Dit in tegenstelling tot wat we hebben zien ontstaan in de markt, de verschillende sign-on-glass systemen, ja, die toch wel eigenlijk systemen zijn in eigendom tussen aanhalingstekens van één partij, die natuurlijk niet altijd dezelfde belangen heeft van pakweg een ontvanger van goederen. Dus die neutraliteit, dat platform dat op een identieke wijze toegankelijk is voor elke partij, dat is een heel cruciaal aspect. Wat zijn er ook nadelen verbonden aan de digitale vrachtbrief? Is het alleen maar hoera van alle partijen of zijn er ook nadelen aan verbonden aan het nieuwe systeem? Ik denk tot nu toe is de enige toch wel behoorlijke nadeel is dat die proefproject momenteel enkel of nationaal transport toegelaten is. Dat is voor een land als België met een oppervlakte die beperkt is, ja, niet goed in die zin dat je komt heel snel aan je grens van je transport. Dat denk ik is een van de nadelen. En die ratificering in Duitsland en Frankrijk, ja, die zitten gewoon nog een beetje achter. Voor de rest, voor een bedrijf wat heel veel papieren en vrachtbrieven nu verwerkt en dit op nationaal vak, denk ik is geen enkele reden om nu niet eigenlijk van start te gaan en die kans te grijpen en in die pilootproject sozusagen binnen te stappen. Heel belangrijk wat daarnet gezegd wordt, het is een proefproject op basis, een nationaal proefproject, dus enkel voor nationale distributiewerk. Kan u even uitleggen, het proefproject, dat is stap 1, wat zijn de volgende stappen? Hoe gaat dit stilaan ingevoerd worden in niet een proefproject, maar dagelijkse realiteit? Wel, ik kan me in eerste instantie niet inbeelden dat het proefproject niet zou verlengd worden, wel in tegendeel. Ik denk dat de technologie die zeer betrouwbaar is. Dat was trouwens ook voor de overheid in België een heel belangrijke voorwaarde. Je kan niet zomaar met je eigen vrachtbrief starten. Daar zijn zeer strenge eisen voor. Ik kan bevestigen dat op onze to-do-lijst als beroepsorganisatie staat. De uitbreiding, in eerste instantie zal dat met Nederland waarschijnlijk vrij snel kunnen. Maar ook Frankrijk en Duitsland hebben politiek vandaag ingezien dat je
dat eigenlijk absoluut niet meer kan tegenhouden. Dus operationeel zijn er geen nadelen aan. Ik zou zelfs durven completeren door te zeggen, de data-uitwisseling op zich, die is al mogelijk. En heb je dan voor de grensoverschrijding nog één papieren document nodig, zo zij het. Maar dat neemt niet weg dat je de efficiëntie van de datatransmissie, dat je die vandaag al kan genereren, ook voor een transport van Brussel naar Madrid, bij manier van spreken. Maar ik denk wel dat we niet kunnen en niet mogen verwachten dat de hele sector op pakweg 2 jaar tijd digitaal zal zijn. Ik kan me herinneren dat ook de fax en de e-mail ooit zijn binnengeslopen en dat iedereen dacht, nee, de telex, dat is veel betrouwbaarder. Dus we zijn wel aan het kijken naar een periode van meerdere jaren, vooraleer dat het marktaandeel van de digitale vrachtbrief ten opzichte van de papieren vrachtbrief, vooraleer dat het leeuwendeel zou innemen. Maar ik ben ervan overtuigd dat als we hier over pakweg 15 jaar opnieuw gaan zitten, dan gaan we misschien eens lachen dat we ooit nog eens gewerkt hebben met een papieren vrachtbrief. Ik hou u aan die woorden. Binnen 15 jaar zien we elkaar terug rond deze tafel. Mevrouw Kremer, tot slot, is er nog iets dat we allemaal moeten weten over de digitale vrachtbrief? Hebben we alles overlopen of is er nog een belangrijke les die u aan mij en met mij alle andere onwetenden nog wil meegeven? Ik zou gewoon meegeven, die bezorgdheid die ik soms van klanten hoor over, ja, gaat dat wel doorkomen, is dat geloofwaardig, hoe is die acceptans bij mijn klanten? Zou ik zeggen, wees niet bang, doe een stap, probeer het uit, laat het een tijdje gewoon ook parallel lopen. Je hebt geen grote investering, dus het doet ook niet pijn. Probeer het uit en maak je eigen ervaring. En dan denk ik zo, dan zal de zin aan meer wel komen. En dan zien we elkaar binnen 15 jaar terug en zullen we kijken of het nu allemaal digitaal verloopt. Heel hartelijk dank mevrouw Kremer, heel hartelijk dank Lode Verkinderen. Graag gedaan.